En hij lekt nogal wat olie. Dus waar komt het nou precies vandaan? Dat is het probleem. 80 jaar is Lauwe Boersma uit Winsum al en hij werkt nog steeds fulltime in zijn garagebedrijf. De krasse monteur is sinds vrijdag zelfs de oudste APK-keurmeester van Nederland. Hij heeft zijn keuringsdiploma gehaald omdat hij bang is door de economische zware tijden te weinig gekwalificeerde monteurs over te houden. Laat mij dat nog ook maar eens weer proberen om dat te doen. Ja? En daar kan ik in ieder geval een inval doen. Als bij wijze van spreken als Jelle weg is, dat ik dus gewoon door ga werken en afmelden. Goed, ik laat hem even zakken. Naast opa werken onder meer zoon Jelle en kleinzoon Lauwe in het bedrijf. Het personeel vond het halen van het APK-keuringsdiploma reden genoeg voor een klein feestje. Hippiepiepie, hoera! Ontzettend trots natuurlijk dat zo'n oude baas op die leeftijd dat dan nog haalt. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Hij is natuurlijk ook de oudste van heel Nederland met een voorsprong van 6 jaar. Dus daar ben ik zeker wel trots op. Nou, ik had het eigenlijk niet verwacht, omdat zijn gehoor is niet altijd even best. En het is toch moeilijk om de tijd bij te blijven. Alle auto's worden moderner, de eisen voor APK en zo, dat wordt allemaal anders. Boersma is inmiddels al meer dan 65 jaar monteur. En zijn liefde voor het vak is nog steeds erg groot. Om thuis achter de geraniums te moeten zitten, lijkt hem dan ook niks. Nou, moet je eens luisteren. Je hebt dus je contacten, hè? Met de klanten en zo. Dat vind ik heel mooi. Dan blijf je een beetje bij. En hoe lang opa Boersma nog aan auto's blijft sleutelen? Als je maar gezond blijft en ik heb er nog geen plezier aan het werk. Nou ja, dan ga ik gewoon een beetje door, hè? Ja. Zo.